Het ministerie van Financiën waarschuwt financiële instellingen en de samenleving tegen de zogenaamde Swisscoin-beleggingen. Het ministerie is namelijk op de hoogte gebracht van diverse uitnodigingen om te investeren in deze beleggingen. Internationale bronnen melden immers dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om de beruchte Ponzi-schema's of geldpyramides die slechts luchtbellen zijn. Onder het mom van een gevestigd bedrijf genaamd Swisscoin, dat zijn oorsprong in Duitsland zou hebben, wordt het beleggen gekoppeld aan een compensatieplan. Het plan houdt in dat investeringen worden omgezet in cryptogeld, genaamd Swisscoins, dat een bepaalde rentepercentage oplevert. In de praktijk blijkt echter dat dit cryptogeld geen waarde heeft buiten de Swisscoin business om. Er is geen garantie dat een belegger reëel rendement of geld ontvangt, nog het beleggers toegestaan om hun geld op te nemen. Men moet steeds herinvesteren in Swisscoins. Om het aantrekkelijk te doen overkomen, belooft het bedrijf een commissie van 2% oplopend tot 22% te betalen aan beleggers die nieuwe investeerders werven. Hoe meer investeerders worden gerecruiteerd, hoe hoger de commissie. We willen ieder waarschuwen tegen het investeren in dit bedrijf of mogelijk andere bedrijven die dergelijke Ponzi-schema's of geldpyramides beloven. Aldus een bericht van het ministerie van Financiën.